lieve mensen, goedemorgen, rampjaren uit de studio, Den Bosch, YouTube studio en TikTok studio. Mooi zo. Lieve mensen, ik wil jullie allemaal een geweldig zoendoraten wensen namens rampjaren en gezin uit Den Bosch. Yes? Dan beginnen we even thuisfront. Nederland, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, bij Schiphol, hoe heet die plek? Hoofddorp, Eindhoven, Uden, dames en heren, neem me niet kwalijk, overal, Lelystad, het is te veel om te noemen. Iedereen, soep nou raten. Namens Rampjari en gezin. Jongens, alle Hindoes over de hele wereld, waar u op het moment bevindt, allemaal soep nou raten. Allemaal niet-gelovigen in de Hindoeïsme. Power, kracht, rijkdom, beterschap, lobby, liefde, brasa en veel dinero. Mooi zo. Dan ga ik nou even naar Duitsland, dames en heren. Deutschri. Mannschaft, soep nou raten. België. Soep nou raten. Frankrijk. Daar heb ik ook veel mensen. Soep nou raten. Alamati, alabala, dape soep nou raten. Tekasegi. Famma. Mooi. Frankrijk heb ik gehad. Engeland, soep nou raten. Everybody, ladies and gentlemen. Beautiful nou raten. Jongens, ik wil geen herstelbericht hebben. Ik ben niet goed in mijn Engels en dinges. Dus laten we elkaar geen mietjes noemen. Oké. Nou gaan we naar Dubai. Soep nou raten. Slama. Somalië. Soep nou raten. Somon, bichara, nevagwan. Mooi. Dan gaan we naar Indonesië. Hoe groeten ze dan? Selamat pagi, soep nou raten, daar heb je veel boeddhisme, hè? Ja. Mooi. Dan gaan we naar die landen van mama. Nepal, soep nou raten, namaste, ze zeggen namaste daar, hè? Ja, Sri Lanka, oeh, die taam is eigen, soep nou raten, body, soep nou raten. Look the right way, Durga Maya give you everything. Canada, everybody soep nou raten. Amerika, United States, soep nou raten. New York City, soep nou raten. Santa Domingo, soep nou raten. Curaçao, soep nou raten. Matifa, mooi. Hoe zeggen die Antillian? Douchi. Mooi. Koken, lekker koken, mama. Mooi. Soep nou raten. Sint Maarten. Soep nou raten. Bonaire. Soep nou raten. Aruba. Soep nou raten. Hier, bakwa. Trinidad Tobago. Ladies and gentlemen, soep nou raten. Guyana, body, kon je Barat boleh? All good body. Ja, body, soep nou raten, everybody, you know. Frans Guyana, soep nou raten. Waar ik vergeten ben, sorry. Allemaal soep nou raten. En nou ga ik naar Kumba Tee.
Suriname. Suriname. Janet to, ja pa ida bhai di hum log. Ek tan minister wel. Suriname sub nauratan everybody there. Matiu alamala te kasi gifu Durga Maya. Inavga temple Yusuf can do it. Subnauratan everybody in Suriname. Bhaiyo bhaino, sabke subnauratan rampiale hulas yahan se de raha hai. To lo mooi se sabko rahiye mat naam family hulas subnauratan. Sorry for the kahus pama. That is also what the eloquence van deze kant mij gezin. Een geweldig subnauraten, met name mijn vrouw. En al mijn kinderen. Allemaal subnauraten. Zeg ik een keer ram, namaste islam bhaiya. Jai Hind, subnauraten. Goedemorgen. Welkom in de vlog van Rampjaren Hulas. En vandaag gaan wij persaad klaarmaken, mahangbok, ja. Met panjiri. En allereerst wil ik al mijn lieve volgers en niet-volgers en toekomstige volgers een hele fijne nauraten wensen. Mogen al jullie gebeden tot vervulling komen. En ik wens jullie heel veel geluk, liefde en gezondheid, lieve mensen. Namens ons allemaal, namens papa en namens gezin Huizen Hulas wensen wij jullie allemaal een hele fijne nauraten. Ja, een hele mooie nauraten toegewenst door ja. Ons allemaal. Het is een hele zware dag vandaag. Ja. Normaal zou papa hier in de keuken staan en nou sta ik hier met mijn moeder. Papa zou dan jullie uitleggen hoe we persaad en zo gaan maken. Mm-hmm. Het is echt heel pijnlijk, dames en heren. Maar ja, in gedachten is papa er wel bij. Laten we maar beginnen. Ja. Ik ga jullie even laten zien wat we nodig hebben, lieve mensen. We hebben tarwe griesmeel nodig, naturel. En een pak suiker van Gielse. Verse volle melk. En rozijnen. Die moeten we zo even inweken met water. Ja. En we hebben hier ook ghee nodig. Kijk, die is nieuw. Nou, wat gaan we doen, mama? Leg mij maar uit, want dit is de eerste keer dat ik... Even die rozijnen alvast wassen. Ja, we gaan dus als eerst de rozijnen wassen. Alles is nieuw gekocht, hè? Want als je persaad gaat offeren voor God, moet alles nieuw zijn en vers zijn, hè, dames en heren? Ik heb ze allemaal gekocht. Mijn moeder heeft ze allemaal gekocht. Ja. En je moet ook netjes zijn. Dus dat is het allemaal. Ja, papa heeft ons altijd geleerd om persaad te maken, maar ja, nu gaat mijn moeder mij leren. Het is eigenlijk niet zo moeilijk, toch mama? Persaad maken? Nee, het is niet moeilijk. Dit keer is papa er niet. Ja. Dus dat kunnen wij gewoon samen gaan doen. Mm-hmm. Ja, we zijn allemaal heel verdrietig. Het is gewoon heel pijnlijk dat papa er niet bij is. Ik vind het zo zielig. Vorig jaar was papa erbij en dit jaar is papa er niet bij. Het is gewoon heel erg. Mijn moeder heeft de rozijnen al gewassen. Mama zegt dat we als eerst de panjiri gaan maken. Dus dat is dus... we gaan dan griesmeel pakken, toch mama? Met suiker. Ja. Oké, okay, laten we maar beginnen. En die lust dat graag. Ja, dat maar is ook heel lekker. Alles voor Bhagwan eerst. Ja, eerst gaan we alles offeren aan God. En ja. Dan pas mogen wij eten, lieve mensen. Mama gaat nu het vuur aandoen. En vandaag mag ik niet slaan op de pan. Want dit gaan we offeren aan God, dus je moet met respect moet je gaan koken, weet je wel. Gaan we dan de persaad maken. Ja, half panjiri en half... Oké, okay, we gaan halve pak van de tarwe griesmeel gebruiken ja. En halve pak is voor de mahangbok, ja. Voor de persaad. Nu gaan we even wachten tot de pan heet is, de karheya heet is. Duurt wel even. En een pak melk hebben we nodig, maar of halve pak melk?
Ja, een halve pak. Halve pak melk, oké. Okay. Kijk, wij wegen niet, hè. Wij doen het gewoon op gevoel. Dus ik hoop dat jullie goed naar de vlog gaan kijken. Dan weten jullie wel exact wat we gebruiken. Want ja, mijn moeder die doet het gewoon met de losse pols. Nee, zo normaal deden we het ook een hele gebruiken voor mijn handboek en een hele voor Pajeri. Klopt. Dus dit keer doen wij half-half. Gewoon de halve pak. Ja. Nou, de griesmeel die gaat er nou bij. En dan moet je het goed goudbruin gaan bakken, hè, dames en heren. We gaan de halve pak gebruiken van de griesmeel. Ja. Papa hield ook heel erg van parsaat. En dat gaan we dus nu bruin bakken. Vooral voor luk doen. Ja. Papa was daar echt heel dol op. En straks mag de suiker erbij, toch mama? Ja. Oké. Een beetje bruin is dan. Ja. Dus hij moet er goudbruin uitzien. Ja. Maar nu is hij nog wit. Oké. Sorry dames en heren, als jullie misschien stiltes hier in de video hebben, of dat jullie vinden dat we niet zoveel praten. Het is een hele verdrietige dag voor ons, dames en heren. We zijn echt gebroken van binnen. Met pijn en moeite maken wij deze vlog. Als het aan ons ligt, huilen wij gewoon. Ik hou mijn tranen in, maar misschien kunnen jullie wel horen aan onze stem. Aan onze stemmen dat wij heel verdrietig zijn. Het is echt heel erg. Mama, mag ik ook gaan roeren? Doe maar. Oké, ik ga roeren. Nou, het gaat nog even duren. Totdat de griesmeel goudbruin is. En die pan moet eerst weer heet worden. Ja. En misschien hebben mensen vragen van waar komt deze tjoelha? Die komt uit Suriname. Of Karaya. Of Karaya, ik zou tjoelha. Amar moer kapa nakama, heel veel dames en heren. Ja, het is een beetje stilte, maar ja. Ja. Ik hoop dat die mensen thuis ik hoop dat jullie een beetje vieren. Ja. Een beetje nou raken met zijn familie, gezin. En ze zullen het wel begrijpen hoor, dat wij heel verdrietig zijn, dat we stil zijn. Het is niet niks hè, om je vader en je man te verliezen. Het is gewoon heel erg. Klopt. Is het ergste wat er kan gebeuren in je leven, hè, dames en heren. Dus neem ons alsjeblieft niet kwalijk. En ik wil nog wat vragen, kom ook niet alsjeblieft met rare reacties of stomme reacties, je weet toch? Dit is hoe wij persaat maken op ons manier. Iedereen maakt het op zijn haar eigen manier. Maar ik denk dat het duidelijk is voor wat je hebt allemaal laten zien. Ja, ik denk het ook. Ik mis papa echt heel erg, want papa zou hele verhalen vertellen. Nu ben ik stil, ik wacht gewoon totdat de griesmeel goudbruin is. Ja, veel mensen wilden dus persaatvideo's zien. Maar ja, je kan niet zomaar op een normale dag persaat gaan maken. Nee, dames en heren, dat begrijp je toch ook wel. Als je persaat gaat maken, betekent wel dat je rein moet zijn van binnen. Je mag geen vlees, vis en eieren eten. Je moet veganistisch zijn, veganisten. Ja. Huis moet clean zijn, hè. Mijn moeder heeft in de ochtend alles lopen schoonmaken en schrobben. Deuren allemaal schoongemaakt. Gedweld, stofgezuigd, van alles gedaan. Ja, ik was echt heel lang bezig. Ik heb mijn moeder ook geholpen hoor, maar ik heb niet zoveel gedaan. Mijn moeder heeft het meest gedaan. Dus je moet echt heel schoon zijn, hè? Nee, maar ik hou van schoon. Als je iets moet doen, doe het goed, toch? Ja, doe het anders goed. Niet anders doen. Niet doen, ja. En van binnen, je hart moet schoon zijn. Ja, binnen moet ook schoon zijn, helemaal. Ja. Hij is bijna bruin. Ja. Oké, dan kunnen we zo meteen de suiker eraan toevoegen. Ja, halve pak suiker hè mama? Nee, niet halve pak, gewoon zetten een paar lepels. Oké, een paar lepels. Zeg maar stop hè mama, want dadelijk... Oké, dit is een volle lepel. Ja. Dit is de tweede volle lepel. Zo is goed. Oké, dus twee volle
eetlepels of gewone grote lepels suiker. En dan ga je het goed doorbakken en roeren. Kijk, het ziet er nou heel mooi uit. Hij is echt bruin. Die is klaar. Mama heeft net hoeveel theelepels of eetlepels ghee eraan toegevoegd? Een halve. Een halve eetlepel ghee heeft mijn moeder net eraan toegevoegd. En het ziet eruit. Dit is de panjiri. Hij is heel mooi goudbruin gebakken. We hebben witte suiker gebruikt. Vele andere mensen gebruiken bruine suiker, maar wij hebben gewoon witte suiker gebruikt. Net een halve eetlepel ghee heeft mijn moeder eraan toegevoegd. En dit is het eindresultaat. We gaan een wok maken, dus dan gebruiken we de andere helft van de griesmeel. Dan gaan we dus weer goudbruin bakken en dan gaan we dadelijk ook de ghee eraan toevoegen. En suiker en dan... laat het goed doorkoken en bakken. En dan heb je persaat. De griesmeel heeft mijn moeder al goudbruin gebakken, dames en heren. Mama, hoeveel eetlepels ghee gaat erin? Doe maar 3 scheppen. Oké, 3 volle eetlepels ghee gaan er nou bij. Zo. Nou, dit is de tweede. En dit is de derde. De ghee gaat nou smelten in de pan. En dan maak je alles fijn. En dan ga je het goed doorbakken. Dat is echt heet nou. En dan kunnen we straks de melk eraan toevoegen. Ja. Ik denk dat we een halve bak melk gaan gebruiken. Of misschien heel de bak melk. Nee, een halve bak melk. Denk je dat ik het ook aan kan om te roeren of is het heel heet? Meer roeren? Ja, ik doe de camera even naar voren. Dan zien die mensen ook dat ik mee heb geholpen met persaat maken. Yes. Nou, het ziet er goed uit. Kleine kindjes moeten niet meehelpen, want anders gaan ze hun handjes verbranden. Mijn zusjes kijken tv, dieren. Ze zijn moe, ze zijn van school gekomen. Wij zijn persaat aan het maken. Maar veel mensen maken toch ook persaat met bloem of zo? Of met meel, ik weet niet. Jawel, dat zag ik. In India noemen ze dit toch halwa of zo? Ja. Ja. Bijna goed gebakken, ja. Oké, okay, mijn moeder gaat nu de melk eraan toevoegen, dus nu gaat het stomen. Nee, je moet goed roeren, hè? Ja, nu moet ik goed gaan roeren, want de melk is overal. Ja, roeren. Ja, nou moet ik roeren. En nu moet je echt voorzichtig zijn, hè, dames en heren. Want je kan verbranden, want de pan is gloeiend heet. En mijn moeder heeft net ook de suiker eraan toegevoegd. Ja, ik weet het niet, hè. Dus nee, mijn moeder weegt niet. Dus ik denk dat ze de halve pak heeft gebruikt. En halve pak melk, hè. Ja, is meer dan een halve pak. 3 kwart. Nu komen de rozijnen erbij, hè, dames en heren. Nu moet je echt heel snel zijn. Zo, en dan moet je heel goed rustig gaan roeren. Zo. Vierkant zacht, hè? Kan je dat voor mij doen? Ja. Lukt dat? Ja, het lukt. Moet ik overnemen? Ja. Mijn moeder neemt het even over, want het is gloeiend heet. Oh, hij is zo meteen al klaar. Het ziet er heel goed uit. Ja. En dan kunnen we de persaat dadelijk. We hebben 2 persaat gemaakt. De eerste was panjiri. De tweede is mohambol met rozijnen. En dan gaan we dat offeren aan God. Dan gaan we bidden. Maar dat ga ik allemaal niet filmen, dat hou ik gewoon privé.
voor onszelf. Mijn mama voor onszelf, want papa ging dat ook niet filmen, dus dan gaan wij dat ook niet doen. Iedereen bidt op zijn eigen manier, hè? En je kan gewoon dag en nacht bidden, hè, mama? Ja, dag en nacht. En je kan ook passaat maken, dag en nacht, hè? Offeren. Offeren? Ja. Dus maakt niet uit hoe laat je passaat maakt. Als je het maar met een goede deal maakt, met een goede hart. Ik weet niet of die mandis hier de hele avond open zijn, maar ik denk in India en zo. In India zijn de mandirs, hè, de tempels, dag en nacht open. Hier hebben we één mandir in Wijchen. Die is denk ik niet dag en nacht open. Die gaat gewoon alleen maar open van 4 tot 7 of zo. Ja. Maar misschien zijn de tijden nou veranderd. Ja, de prasad is al klaar. Het is klaar. En het heeft niet zo lang geduurd. Ja. Hij is echt heel goed gelukt. Huh? Ja, Bhagwan gaat blij zijn hopelijk. Ja. En dan geef ik mijn moeder een schaaltje en dan gaat ze er alles netjes in doen. En dan gaan we het strakjes offeren aan God. Kijk eens lieve mensen, we hebben de prasad al gemaakt. Hier is de mahambhog. En hier is de panjiri. En nu gaan we de prasad offeren aan Bhagwan. We zijn bij het einde aangekomen van de video. Ik hoop dat jullie er wat van hebben geleerd. En sorry voor de stiltes, lieve mensen. We zijn heel verdrietig. Heel veel geluk, liefde en gezondheid. Heel veel money, heel veel pijs, heel veel dinero. Lobby, lobby, lobby. Rampiare de deskundige in de town. Chaka de lulu. Like en abonneer. Doei doei!